Deze drie studenten hebben maar één doel. Piloot worden. Ik heb geen plan B. Ik ga hier vol voor. Mijn droom is piloot worden. Zijn ze bereid om alles op te geven voor die ene droom? Ik denk dat het heel erg wennen is om mijn gezin niet meer te kunnen zien. Ik voel een enorme druk om te presteren op dit moment. Sorry. Als ik mezelf een doel stel, dan ga ik er 100% voor. Dit is Pilotendroom. This is your captain, Joël de Wit. De studenten staat een bijzonder avontuur te wachten. Ze zullen de komende 2 jaar tijdens de opleiding moeten zwoegen om uiteindelijk plaats te kunnen nemen op de felbegeerde plek in de cockpit. Ik ben Enes, 33 jaar. Ik kom uit Tiel en van kinds af aan heb ik al de droom om piloot te worden. Ik ben Jawelle, ik kom uit Uitgeest. Ik ben 20 jaar en mijn droom is om piloot te worden. Ik ben Martin, 29 jaar oud, kom uit Bergtuin en ik word piloot. Om piloot te kunnen worden hebben de studenten veel geld geïnvesteerd. Ja, ik heb nu ook natuurlijk gewoon best wel een grote studieschuld. En zullen ze eerst de theorie-examens moeten halen voordat de praktijk start. Helaas haalt niet iedereen de eindstreep van de vliegopleiding. Het is gewoon opstaan, leren, eten, leren. Stress, ik had het eigenlijk nooit gevoeld of zo. En nu ineens wel. Makkelijk wordt het zeker niet, want het worden 2 turbulente jaren. Dit gaat ontzettend veel van je vragen. Alle prioriteiten die je nu hebt, en dan bedoel ik prioriteit 1, 2 en 3, moet deze opleiden. Ik kan niet verwachten dat het zo zwaar zou zijn. Alle studenten gooien hun leven op de schop om te gaan voor die ene droom. Een baan als piloot. Ik heb er super veel zin in. Mijn droom is piloot worden. Ja, 100% dat het gaat lukken. We moeten nu echt gaan knallen. Dit is het. We gaan gewoon beginnen. Nu de opleiding bijna van start gaat, betekent dit dat de studenten alvast afscheid nemen van hun oude leven. Joelle heeft met haar vrienden afgesproken in hun stamcafé om nog even tijd samen door te brengen voordat ze haar neus in de boeken steekt. Gelijk wat drinken. Deze mensen, dat zijn ook echt gewoon goede vrienden van mij. Die betekenen echt superveel voor mij. Dit is gewoon een beetje waarvoor je leeft, toch? Die mooie momenten met de mensen waarvoor je me gewoon heel veel van geeft. Mijn opleiding begint er nu natuurlijk aan te komen. En ik ben me er gewoon heel erg van bewust dat dit niet meer iets is wat zelfsprekend gaat zijn. Dus ik probeer hier nu zo echt extra erg wat te genieten. Gewoon gelijk. Jij. Ik wel. Jawelle wil piloot worden, ja, dat vind ik best wel stoer. Je ziet normaal eigenlijk alleen maar jongens dat doen. Ik denk dat zij eigenlijk wel perfect is ook ervoor. En de passie ligt er echt, dus dat vind ik wel leuk om te zien. This is your captain, Joël de Wit, hè? Ah, dat duurt nog wel even. Ik vind het heel vet dat Joël een piloot wil worden. Ik vind het echt stoer van haar ook, dat ze als vrouw piloot wil worden. Omdat het normaal gesproken heel veel mannen zijn in die wereld. Sinds ik een vrouwelijke captain in de cockpit heb meegemaakt, is mijn liefde voor vliegen gestart. Hiervoor had ik altijd heel erg het gevoel dat het gewoon een mannenberoep was. Eigenlijk die vrouwelijke captain die heeft toen mijn ogen geopend. Dat ik dacht van, ja, maar ik kan dit ook worden en ik wil dit ook worden. Ja, het is natuurlijk best lastig dat ik dan nu naar Lelystad ga verhuizen en dat we gewoon hier blijven. En dan hebben we ook al een paar gezegd van, joh, we komen gewoon langs bij jou. Ik vond het ook wel heel goed om gewoon zoveel support van ze te hebben. En zal ik ook nog in hun leven blijven, maar zal ik ook gewoon, ja, mijn droom kan aanvolgen. Terwijl Joelle er nog een feestje van maakt tot in de late uurtjes, brengt familieman Enes nog even wat quality time door met zijn gezin. Vanwege de studie zal hij zijn vrouw en pasgeboren zoontje moeten missen. Ik ben wel echt een familieman. Ja, ik vind het heel erg leuk en ik hou van om echt met familie te zijn. En dan vaak gewoon samen thee drinken of een filmpje kijken of wat dan ook. Ik denk dat het heel erg wennen is om mijn gezin niet meer te kunnen zien, niet dagelijks in ieder geval. Is misschien het meest pijnlijke, denk ik, voor de komende periode, de komende 2 jaar. Maar ik weet wel dat ze echt in hele goede handen zijn en Arden ook en Janan ook alle liefde krijgen natuurlijk. Mijn grootste concessie is toch wel dat ik en natuurlijk samen met mijn gezin heb besloten om tijdelijk, in ieder geval de komende 2 jaar, apart te wonen. Dus ik thuis, mijn vrouw en mijn zoontje in Duitsland bij mijn schoonouders. Puur om aan de ene kant financieel gezien, zodat mijn vrouw fulltime kan werken en er een fulltime oppas is. Namelijk mijn schoonmoeder voor Arden, mijn zoontje. En daarnaast ik natuurlijk
de volle focus hier kan houden op de studie. Wat ik het meeste ga missen is toch wel sowieso natuurlijk het samen zijn, het samen eten, het samen slapen, het samen leuke dingen doen. Maar ook met name de groei van Arden. Want ja, baby's groeien heel snel. Elke dag leren ze weer nieuwe dingen. Hij gaat zijn tandjes die gaan uitkomen. Nou, hij gaat leren kruipen, dat soort dingen. En dat ga ik waarschijnlijk niet de eerste keer gelijk meemaken, omdat ik er natuurlijk niet bij ze ben. Seitdem Alice Vater geworden ist, hat sich eigentlich nicht sehr viel verändert, weil er eh schon sehr familiär war und es sehr liebt, mit der Familie Zeit zu verbringen. Und seit Arden da ist, ist unsere Familie halt ein bisschen größer geworden, aber so viel verändert hat sich eigentlich nichts. Also er war schon immer sehr herzlich, zuvorkommend, bemüht sich immer, uns zufriedenzustellen und das war schon immer so. Also das ist nur ein kleiner Mann mit dazugekommen, aber ja. Ja, ich war altijd ein familiärer Mann. In, ja, so bleibt es auch. Ja. We hebben het geluk dat FaceTime bestaat. Dus we kunnen gewoon elke dag elkaar wel zien. Dus dat, ik denk dat dat wel ja, wat gaat schelen. En daarnaast proberen om natuurlijk sowieso elk weekend samen te zijn. Ja, op die manier toch te genieten van elkaar, ook in deze periode. Martin verruilt zijn plekje in het oosten in voor een stekkie in Lelystad, zodat hij dichter bij de opleiding woont. Het is tijd om zijn oude leven gedag te zeggen. Hier heb ik zo'n 20 jaar gewoond. Ik heb 5 jaar in Arnhem gewoond voor de studie. En na de studie weer hier terugkomen in deze kamer. En nu dus opnieuw verhuizen, maar dan naar Lelystad. Dit is wel altijd lekker wakker worden natuurlijk. De koetjes die staan in de wei als het weer mooi weer is. Dit is een fotolijst die ik gekregen heb van het raceteam Tenkate Racing. Ik werk bij Tenkate Racing. Dat is een raceteam die rijdt met supersportmotoren in het wereldkampioenschap World Superbike. Daarbij ben ik de bandenmanager. In makkelijke woorden zorg ik ervoor dat de coureurs ten alle tijde, onder elke omstandigheden, de juiste banden en wielen ter beschikking hebben. De racerij is iets wat ik ook fantastisch vind. Alleen dat is voor nu gewoon een definitief afgesloten hoofdstuk. Omdat daar gewoon simpelweg geen tijd voor is. Maar het leuke is misschien dat ik over 2 jaar dat ik het team met Transavia mag vliegen naar de bestemmingen. Dus het blijft er altijd een beetje open, om het zo maar te zeggen. Ja. Tijd om de dozen in te pakken en te beginnen aan een nieuw hoofdstuk in Lelystad. Hij heeft zijn familie opgetrommeld om hem te helpen met de verhuizing. Voor de opleiding ga ik verhuizen naar Lelystad. Dan ga ik in een huis wonen met 3 andere studiegenoten. Dat is toch een behoorlijk grote stapboom. Ik vind het ook wel lekker om uit huis te zijn, maar ik denk dat ik Bergtuin wel ga missen. Ja. Dat zag ik. Koop, man. Lekker fris, ja. Nou, ik weet niet of er iemand thuis is eigenlijk, maar maybe yes, maybe no. Oh, kijk eens. Ik weet nog niet waar alle knopjes zitten eigenlijk. Die? Daar? Oh, nou. What are you? Oh, valt niet tegen. Mooi uitzicht. Ja. Ja. Beetje bende, maar. Mooi, hè? We gaan het nu mooi maken, hè? Kom maar hoor. Ben ik het eerst
Een dagje aan het klussen in mijn nieuwe huisje in Lelystad. Een eindje van Bergentheim af, maar dichter bij de opleiding. Dat is voor mij het belangrijkste en ook de hoofdreden waarom ik hier naartoe ben verhuisd. Ik laat een hoop achter me. Ook leuke dingen die ik door de week deed. Alleen, het is gewoon eventjes nodig nu. Gaat het vrij vlot of niet? Nou, we zijn bijna klaar. Klaar? Moet straks maar in kijken waar die rooien een beetje in doet. Ik kan wel weten dat het alle dagen doet dit. Zo goed ziet het eruit. Het komt nu allemaal heel dichtbij. En ik ben er klaar voor. Mijn kamer is er straks klaar voor. Dus dan ben ik helemaal ready to go. Nou, kamer voor jou. Jij gaat aan het werk? Als jij nou aan het werk gaat, dan doe ik een bakje koffie drinken. Ik had gedacht dat ik weer ruimte zou hebben. Nee, dat is ook. 19. Dat is lekker, hè, dit. Helemaal goed. De verhuizing is klaar. Alles staat erin. Het is zondagavond. Morgen vroeg ga ik naar Schiphol heen voor de introductieweek. En ja, de kamer is gewoon geweldig geworden. Ik heb zelfs een plant gekocht. Dat is ook iets bijzonders. Ik heb een beetje decoratie aan de muur hangen hier. Als cadeautje voor mijn broers. Het is mooi geworden, absoluut. Nou, hier hangt mijn outfit al die wat ik aan ga trekken tijdens mijn studie. Dus hier als het goed is, moet ik even kijken. En dit is ja, hier een riem en twee broeken. En hier heb ik dan, even kijken, 1, 2, 3, 4, 4 overhemden hier. En natuurlijk een kopbel erboven. En nu gaat het echt beginnen. Ja, de dag van de kick-off. Erg spannend natuurlijk. Ik begon eigenlijk de dag ervoor al, dat ik toch wel met best wel wat spanning mijn bed indook. Met heel veel zin uiteraard ook de volgende ochtend opstond. Hetgeen waar ik het meest naar uitkijk is om samen met de klas te beginnen aan de opleiding en elkaar goed leren te kennen en ook bevriend raken met elkaar uiteraard. Ja, goed, ik ben zelf een heel erg rustig persoon. Ik treed ook niet echt vaak op de voorgrond of wat dan ook. En ik zal ook gewoon nu ook daarin gewoon mezelf zijn. Ik verwacht wel en ik ga er ook wel vanuit dat het wel een hechte klas, een hecht groepje gaat worden, want we zijn met z'n 12. En we streven allemaal eigenlijk naar hetzelfde doel. Dus om piloot te worden, ons droom. Voor mij is dat al een tijdje geleden dat ik echt heb gestudeerd. Dat is denk ik alweer 6-7 jaar geleden. Dus voor mij zal het even wennen zijn om ook weer in de boeken te gaan duiken. En alles te gaan leren. En het is nu ook in één keer natuurlijk heel veel stof. Je leest en hoort natuurlijk allerlei dingen ook over het theoriegedeelte van zo'n opleiding. Dus dat is wel iets waar ik kijk er uiteraard naar uit, maar ik vind het ook wel best wel spannend eigenlijk. Zijn we dan? Zijn. Morgen. Okay. Heb je al een hand gegeven? Nee, ja? Morgen hoor. Ik hoorde dat er nog drie anderen waren. Ja, zijn die al boven? Hier zelfs. Oh, ja. Hier. Ja, ja. Hey man, goedemorgen. Hey, ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hoe is het? Goed? It's alright. Ja? It's alright? Fijn te zien jullie. Voor wat? Ja, hè? Ben benieuwd. Lekker, weet je. Het zit lekker als deze week. Hoi. Hi, Martin. Hey. Ik ben Roy Jaspersen. Ik ben inmiddels zo'n 9 jaar bij Transavia als first officer. En daarna ben ik instructeur op de Boeing 737 en ik ben verantwoordelijk voor alle initiële opleidingen. Het is er al wat. Hè? Soms jullie natuurlijk misschien de eerste opleiding, voor anderen een hele carrière switch, carrière move. En laten we ook niet onderschatten, ook een behoorlijke investering. Wat veel belangrijker is, dat jullie dat waar gaan maken. Het contract is, jullie zijn geselecteerd, maar nu ligt bij jullie. De verantwoordelijkheid. Een stukje doorzettingsvermogen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Doorzettingsvermogen. Daadkracht om dit uiteindelijk te gaan doen.
alle prioriteiten die je nu hebt, en dan bedoel ik prioriteit 1, 2 en 3, moet deze opleiding zijn. En dan ga je thuis wat van merken. Dan ga je thuis front wat van merken. En voor de mensen die verliefd, getrouwd, verloofd, kinderen mogelijk al hebben. Dit gaat ontzettend veel van je vragen. Want de verantwoordelijkheid om uiteindelijk die baan te krijgen, die ligt bij deze bij jullie. Ik denk dat op dat moment de sfeer wel misschien nog een tikkeltje serieuzer werd. Toen sloeg de sfeer wel een beetje om, ja. Prio 1, 2 en 3 is nu je opleiding. Als iemand het even zo richting een feest zegt, zat er wel even binnen en denk ik van ja, oké, okay, ja, check. We moeten nu echt gaan knallen, dit is het. We gaan gewoon beginnen. En daarvoor moet dus die prioriteit volledig bij die opleiding liggen. Want we zien gewoon bij de mensen bij wie de prioriteit schuift, die gaan niet aan. Volgende keer in Pilotendroom. Blikken we terug op de laatste werkdag van de studenten. Ik heb net mijn baan opgezegd. Een beetje een dubbel gevoel. Verhuist ook Joelle naar Lelystad. Nou, dan gaan we rijden. Goed. Hey. Yes. Bezoekt Martin zijn ouders in Bergentheim. En heeft kerstverse vader NS het moeilijk met het missen van zijn gezin. Ik kan niet verwachten dat het zo zwaar zou zijn. Benieuwd hoe de studenten het ervan afbrengen? Abonneer je snel op dit YouTube-kanaal en mis niets van Pilotendroom.